Mijn naam is Luc Maes, ondernemer in Nieuwe Media. Hallo, mijn naam is Marjan Mol. Ik ben facilitair directeur in het UMC Utrecht. Ik ben Frank Miedema. Ik ben opgeleid als biochemicus, ik ben immunoloog. Ik ben Hille Konauta, directeur informatietechnologie. Ik ben Rick Groebey, hoogleraar klinische epidemiologie verbonden aan het UMCU. Mijn naam is Michel van Schaik en ik ben directeur gezondheidszorg van Rabobank Nederland. Ik ben Marianne van Leeuwen, partner bij Sister, een reclamebureau met een vrouwelijke kijk op de wereld. Omdat wij weten dat vrouwen een hele belangrijke consumentengroep zijn voor de meeste merken. Omdat ik innovatie heel essentieel vind. Zakelijk gezien past het goed bij het UMC en is het heel belangrijk. Persoonlijk word ik er heel enthousiast van en ik heb gemerkt dat het veel energie geeft. Waarom ik meedoe als Dragon is denk ik omdat ik gefascineerd ben door zowel talent, door creativiteit van mensen en innovatie. En dit programma brengt die dingen bij elkaar. Ik krijg al vaak start-ups of mensen die willen gaan ondernemen op bezoek. Ik help ze dan met concretiseren van hun ideeën, soms een zetje geven. En dat is ook wat ik leuk vind aan dit initiatief. Nou, ik doe daar heel graag aan mee, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat ook zorgbedrijven energie en aandacht besteden aan innoveren en ondernemerschap. En ik denk zelf als bankier en als relatieve buitenstaande dat er ontzettend veel potentieel juist in de gezondheidszorg aanwezig is. Ik denk dat er hele goede ideeën hier leven bij onze medewerkers in het UMC Utrecht. En dat we heel graag willen dat die ideeën bovenkomen. Dat die ideeën gefaciliteerd worden en dat we ook die ideeën een kans geven. Er lopen op de Uithof zoveel leuke mensen met goede ideeën rond. Ik wil graag een bijdrage leveren om die ideeën tot werkelijkheid te helpen maken. Ik doe mee als Dragon omdat ik ondernemerschap geweldig vind. Ik ben zelf altijd ondernemer geweest en stimuleer dat dus ook heel graag. Innovatie heeft ook mijn grote belangstelling en beide aspecten komen in dit project goed naar voren. Of ze ook echt zelf geloven in het idee of de innovatie die ze voor hebben gelegd. En of ik ook als bankier bereid zou zijn om daar eventueel een financiering aan te koppelen. Innovatie? Is het idee echt vernieuwend? Hoe uitvoerbaar is het idee? En wat is het rendement? Succes wordt niet alleen bepaald door een goed idee. Nog belangrijker zijn je passie en je gedrevenheid om iets mogelijk te maken of echt op te lossen. En dan ga je dat idee verder uitwerken en bijsturen. En dan is het een kwestie van volhouden. Ik ben reuze benieuwd naar jullie ideeën. Ik denk vooral op het enthousiasme dat mensen in hun idee leggen. Het spannende van het idee en het plan dat mensen hebben om het voor elkaar te krijgen. Of het snel realiseerbaar is. En ik vraag me af, wie is de mens achter het idee en gaat het deze mens lukken? Of de ideeën die naar voren gebracht worden, daadwerkelijk ook een probleem oplossen wat herkend wordt door de patiënt of door de potentiële gebruiker. Gaan die gebruikers ook echt er iets van merken wanneer we met dat idee aan de slag gaan en dat idee ook echt ingevoerd wordt in de praktijk van de zorg? Of er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van nieuwe dingen in digitale media. Dat heeft natuurlijk heel erg mijn belangstelling. En marketingtechnisch, of het kans van slagen heeft om een groot publiek te bereiken en te beraken.